Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time, onze speciale serie over de Suripop-componisten. Vandaag gaan we praten met Donovan Mahadeo. Zijn nummer heet Mi Nangayu, wordt gezongen door Rodney Deekman en is gearrangeerd door Rolenzo Huur. Ook op 3 december doet Mi Nangayu mee voor de felbegeerde Jules Chenavon trofee. Vandaag maken we een babbeltje met Donovan, de componist van het nummer Mi Nangayu. Dag Donovan en welkom in Q-Time. Dag. Deze Suripop experience voor jou, beschrijf het voor me. Ja. Je mag meer dan één woord gebruiken. Geweldig. Niks is groter dan Suripop als het om muziek gaat. En toen ik het hoorde dat ik mee mocht doen, dat ik doorstroomde naar de finale, was dat echt super voor mij. Suripop is een heel groot evenement in Suriname, trots om op te zijn. Trots om op te zijn om mee te doen. Dus een gevoel die heel moeilijk te beschrijven is. Ja, er wordt door vele mensen, en zeker een beetje de mensen die wat ouder zijn onder ons, vaker gezegd, ja, de nummers van vroeger waren beter en Suripop sound, er wordt vaker ingeschreven naar een Suripop sound, wat mensen denken dat mag winnen. Heb je dat ook gehoord? Heb je dat ook meegekregen in de Suripop-ervaring die je voor 2022 hebt gehad? Klopt helemaal. Vooral mijn generatie. We houden nog zeker vast aan hetgeen van toen. Mm-hmm. Misschien heb ik dat ook al gedaan. Heb je dat gedaan? Ik denk wel, ja. Toch wel een beetje? Onbewust? Ja. Nou, onbewust niet zozeer. Of juist bewust? Juist bewust. Oké. Okay. Ik weet dat dingen veranderen, maar ik heb toch vastgehouden aan hetgeen Suripop gewend is. Ja, kijk, ballads zijn tijdloos. Ja. Over de hele wereld zullen ballads inderdaad altijd ballads zijn. Dus die zullen het altijd, denk ik, wel goed doen. Maar je zit in een deelnemersveld van juist een heleboel getalenteerde, al in de muziekwereld zittende jongeren. Dus dat is wel je competition. Heb je daar rekening mee gehouden? Zeker. Dat wist je niet toen je inschreef natuurlijk. Ja, precies. Maar als rookie kom je binnen. Ja. En je weet dat je grote jongens tegen zal komen. Ja, vaak genoeg hoor je klinkende namen. En ik heb er rekening mee gehouden, ja. Niet makkelijk, dat weet ik ook. Maar alleen om het feit dat ik mee mag doen, is voor mij zeer belangrijk. Ja, oké. Ja. Kijk, je komt zelf ook uit de muziekwereld. Maakte je zelf ook al muziek? Of, want ik weet dat je DJ was. In je jongere jaren, ja, ik weet niet of je dat nog steeds doet. Nee, dat niet, maar ik heb wel geschreven. Ik heb geschreven voor Brian Bailout, ik heb geschreven voor Benjamin Faya. Okay. Mm-hmm. Ik heb geschreven voor Joel Kuijs. Dat zijn de mensen voor wie ik geschreven heb, ja. Dat zijn toch wel de aardige mensen die tegenwoordig wel heel erg actief zijn in de entertainmentwereld in Suriname. Jawel. Okay, dus je bent wel gewend geweest om te schrijven. Hoe ver ging je behalve schrijven nog meer in de productie? Om terug te komen op dat van het schrijven. Ik ben ook de manager van de jongere groep Yellow Tribe. Mm-hmm. En daar help ik ook met teksten. Ja. Dus ik ben best wel bezig, ja. Ja. Het is een nieuwe vibe hoor, het is een nieuwe vibe, de Yellow Tribe. Een beetje moeilijk om mee te gaan, maar het is voor mij toch wel belangrijk om ook die vernieuwing mee te maken. Ja, want houd je inderdaad bij de les. Maar dus niet vreemd, want als je meedoet aan Suripop, dan is tekst een belangrijk component van je puntenaantal als je in de voorselectie en in de finale ronde zit. Teksten tellen heel zwaar mee. Dus als je inderdaad al schreef eerder voor andere groepen, dan niet vreemd dat je daar hoge ogen scoorde voor een finale plek. Dus maar dat betreft ben ik best wel bescheiden. Oké, ik heb het gezegd, niet jij, oké? Precies. Oké, vertel ons wat meer over Mi Nangayu, want ik voel een love song daar helemaal. Ballet, we hebben het al erover gehad. Ja. Je hebt natuurlijk een prachtige zanger. Hoe ben je op Rodney gekomen? Was het klinkklaar en eerste zanger en direct raak bij jou? Of had je Rodney al op het oog? Nee, ik een goede vriend van mij heeft Rodney voorgesteld. Ja. En ik heb Rodney daarna gevolgd. Geweldige zanger. En toen hij de tekst van me kreeg, toen zei hij van Don, dit wil ik best wel doen. Om terug te komen op de vraag van jou, meer over Mi Nangayu. Ja, als we kijken naar relaties, er wordt heel veel geweld toegepast binnen relaties wanneer ze stuk gaan.
En ik zeg van, dat hoeft helemaal niet. We kunnen vredig uit elkaar gaan en verder huppelen in het leven. Serieus? Oké. Weet je? Maar ja, soms vraagt men me, is het jou overkomen, is het jou gebeurd, weet je? Ja, maar ze willen het toch een beetje weten, hè? Ja. Nou, dit soort dingen gebeuren vaak. Dit soort dingen gebeuren vaak. Lukuguna bakase, samikula sastre. En ik zeg van ja, terugkijken, mensen elkaar verweten, dat schiet niet op, weet je. Het houdt ons alleen maar achter. Laten wij dus vredig onze wegen splitsen en lekker verder gaan. Kijk, het is natuurlijk ook een stukje levenservaring. Want als je wat ouder wordt en je kijkt terug op vorige relaties, dan kan je realiseren van, hey, luister nou, het, weet je, dat vechten en moeilijk doen heeft allemaal geen zin. Maar dat is pas wanneer je de ruimte hebt gekregen in het leven om terug te kijken en te zeggen van, hey, zomaar deed ik moeilijk doen, want het kan ook anders. Dus zit toch wel een beetje levenservaring van jezelf. Ja, sowieso. Je ontkomt er niet aan, denk ik. Sowieso, als je terugkijkt, dan zeg je van, hey, dit soort dingen heb ik fout gedaan. En zou ik nu in de gelegenheid zijn om het opnieuw te doen, had ik het anders aangepakt. Oké, heeft iemand je gebeld om te zeggen, hey, was dat ding over mij? Ja, oké, okay, dan spang je om je antwoord te geven, oké. Okay. Nee, ik plaag je gewoon een beetje. 3 december, dat is natuurlijk de dag waar we met z'n allen naar uitkijken. Ben jij op een bepaalde manier aan het inleven, of wat je op 3 december mag verwachten? Ik zei het al, Suripop is voor mij een geweldig moment, en zeker om mee te doen ook. Ik ben vaak genoeg geweest, of voorheen, naar de Suripop festivals. Ik heb er altijd van genoten. Nu mag ik aan de voorlinie staan. Aan de andere kant, je mag, ja. Andere stoel heb je deze keer. Ja, dus voor mij, het is heel moeilijk te beschrijven. Als ik zelf moet denken aan mijn outfit, weet je. Ja, dat moet je doen. Weet je, dus heel moeilijk te beschrijven, maar ik ben heel erg enthousiast, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Color coordinated met Rodney? Sowieso. Maar het is leuk, het was een grap, maar het is wel zo. Ja. Oké. Okay. De clips zijn al gelanceerd, de nummers zijn al in de ether. Hoe zijn de reacties geweest op jouw nummer tot nu toe? Ik heb goede reacties ontvangen. Mm-hmm. Maar ja, dus dat, als het gaat om mijn clip, heel goede reacties. Mensen die zijn enthousiast. Rodney heeft die song heel mooi gebracht. Ja, zeker. Weet je, en die avond zal hij geweldig performen. Ja. Daar twijfel ik aan. Nee, daar twijfel ik ook niet. Ja. Volg je je competitie ook? Volg je ook wat er met hun reacties gebeurt op social media? Jawel. Ik ben weliswaar niet zo actief op social media. Ja. Dus ik share dat ding niet echt. Mm-hmm. Maar ik volg het wel. Ja. Ik zie het groeien. Ja. En? Ik zie het groeien. Wat valt je op? Bij welk nummer denk je, hey boy, zang? Dus wat gebeurt er hier? Dat zijn goede nummers. Dat zijn zeker goede nummers. Echt goede nummers. Ik denk dat ik, als we kijken naar de 11 overige finalisten die meedoen, zijn geweldige zangers en geweldige componisten. Dus het wordt echt een firestrijd. Ja. Het is grappig, want je bestempelt deze nummers als goede nummers, terwijl je eerder in het interview hebt aangegeven dat je toch ook een beetje die oude Suripop sound toch ook wel een beetje bij je blijft hangen. Zet die twee gegevens naast elkaar en dan, wat is jouw uitspraak dan over de ontwikkeling die Suripop heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren? Dus het is een heel moeilijke vraag die je me stelt, hè? Want als ik persoonlijk mijn oordeel hierover kan vellen of mag vellen, zeg ik van, de oude stijl klinkt toch wel authentiek, weet je, en vertrouwd, maar desondanks moeten we rekening houden dat de verandering plaatsvindt. Dingen blijven niet stilstaan. Hangt er helemaal af van hoe je naar kijkt, weet je. Maar ik voel me lekker met de stijl die ik geschreven heb. Ja, oké, daar ben je wel tevreden voor. Ja. Ondanks het feit dat je hele jonge arrangeur hebt. Die heeft het geweldig gedaan. Ja. Rolenzo is een topper. Ja. Ik schrok er zelf ook van, met al de strings en dat soort dingen. Maar geweldige arrangeur. Mm-hmm. Geweldige arrangeur. Ja. Ik denk dat ik een heel goed team gehad heb. Ja, dat geloof ik ook. Zeker weten, Rodney en Rolenzo.
En natuurlijk de basis die je hebt gelegd. Je bent nu in de finale. 3 december horen we het resultaat van de 12 nummers. Wat is voor jou het natraject? Zou je nog een keer durven om nog een keer mee te doen met Suripop? En ben je dan teleurgesteld als je dat bijvoorbeeld de volgende keer niet zou halen? Of zeg je van, ik ben in de finale, dit is voor mij goed. Het is toch wel een van de, hoe zeg je dat? Een eerstreep die je hebt behaald door in de finale te zijn. Schrijven, muziek is mijn hobby. Ik geniet ervan. We hebben vaak genoeg songs gelanceerd met de Yellow Tribe. Mm-hmm. We zijn bezig te groeien, daar heb ik het over de Yellow Tribe en mijn aandeel met de Yellow Tribe. En je hebt nog niet bereikt wat je graag zou willen bereiken. Om terug te komen op dat van jou, is dat, ik zei het al, muziek is mijn hobby. Dus ik raak nooit teleurgesteld als het gaat om muziek. Echt niet. Het is iets, het is mijn passie, ik voel me lekker. En ook al zou ik niet komen binnen de 3, ik ben al een winnaar. Ja. Ik zit in de bus met 11 anderen en dat laat me happy voelen. Ja. Weet je, dus de andere keer zou ik het weer durven. Ja. En, of misschien de Yellow Tribe jongeren de push geven of de ondersteuning geven. Ja, we hebben dus vorig jaar dus een kerstsong gelanceerd met Brian Bijlood. Mm-hmm. En je ziet het, die nieuwe vibe met die iets oudere vibe. Mm-hmm. Een samensmelting, het heeft gewerkt. Mooie song voor mij hoor. Mm-hmm. Dus... Dat zou kunnen, ja. Ja. Dat zou kunnen. Oké, okay. Ja. Goed. Dus, je hebt je outfit nog niet voor 3 december? Ik ben er niet bezig. Bent... Wat heb je tot nu toe al gezegd? Schiaffarelli Oeders. Schiaffarelli Oeders. Wow. Oké, okay. One of the best. Oké, okay. Zwaar geschud trek je uit de kast. Nou. Ja? Ik noem zijn naam, een heel goede vriend van mij. Ja. Ja, en... Ik ben er bezig. Zo, oké, dat belooft wat. Donovan, kom op. Je maakt ons nieuwsgierig voor 3 december. Maar goed, Minangayu wordt dus gepresenteerd op 3 december. En dan zal jij ook op dat moment opstaan en jouw applaus voor jouw nummer in ontvangst nemen. Minimaal dat als een van de 12 finalisten van Suripop 21. Dat is een mooi moment. Je begint nu al zenuwen te krijgen. Ik ben er blij, ik doe mee. En, ja. Ook al val ik niet binnen de 3 voor mij. You will have your moment to shine. Klopt. Gefeliciteerd. Dank je wel. En 3 december zien we je ook in is. Dank je wel. Ja? Okay. U ook hopelijk, want dan beleven we de finale van Suripop 21 met 12 gloednieuwe Surinaamse composities. En een spectaculair deelnemersveld zal het zeker worden. Dus hopelijk bent u ook van de partij op 3 december in de Internationale Sportal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.